Hey, goedemorgen. Welkom. Uh, uh, haal even diep adem. Door de neus of door de mond. Welkom bij de Slimmer Presteren Podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over door je neus ademen tijdens het sporten. Zinvol of onzin? Je mond gebruik je om te eten en niet om te ademen. Het is een wijsheid die aanhangers van het ademen door de neus graag verkondigen. Maar is het inderdaad beter om tijdens het sporten zoveel mogelijk je neusademhaling te gebruiken? En zo ja, kun je dit trainen? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen, goedemorgen. Mm -hmm. <laughs> er zit iets op je mond, zie ik. Je hebt natuurlijk uh, lekker geslapen vannacht. Met een pleistertje op je mond. Nou, dan uh, moet ik de intro even voor mijn eigen rekening Virtueel, nemen. Virtueel, hè. Ah, maar okay. ik probeer zoveel uh, mogelijk door mijn neus te ademen. En mijn mond dus eigenlijk dicht te houden, ja. Oh, dus we kunnen weinig van jou verwachten. Het ligt eraan of je mij prikkelt met... Uh... Met prikkelende vragen. Ja, zeker. Ja, nou, dat worden wij voortdurend. Via het uh, inmiddels bekende e-mailadres post slimmerpodcast.nl en ook via onze social media kanalen komen veel vragen binnen en deze aflevering is een klassieke een uh, zonder gasten maar wel met Guido Vroom op het einde. Uh, waarin we op zoek zijn gegaan naar het antwoord op de vraag. Ja, neusademhaling, je hoort er op dit moment veel over. Het is een vraag van uh, Ton Gromme, die binnenkwam. Maar even een shout-out naar al die andere mensen die op dit moment uh, in onze mailbox hangen. Tim Mosmans, Ivo Habits, Jonas Soete, Klaas Kooistra, Corné de Vrel, Jacco van Euwijk, Wouter Starre, Tieneke Beunders en Nienke Kuipers-Sleutjes. Die sturen allemaal vragen in. Um, Vrees niet, die komen allemaal bij ons in het grote document. Leuke onderwerpen voor toekomstige afleveringen. En je kan je voorstellen, sommige vragen kunnen we per mail antwoorden. Dat doen we vaak ook. Sommige vragen hebben we al een aflevering over gemaakt. Maar andere ja, gaan dan op de lijst. En dan kan het soms even duren voordat we genoeg informatie en artikelen hebben gelezen om die vraag goed te beantwoorden. In dit geval, uh, Toms mail die kwam binnen op uh, ergens half augustus tijdens onze vakantie. En ze heeft mijn naam is Tom Gromme. Serieuze recreatieve hardloper. Categorie 60. Plus. Onder het tuinieren, toch een uh, unieke activiteit, luister ik geregeld naar jullie podcast. Eerlijk gezegd gaat het merendeel langs me heen, want ik heb niks met vermogens- of hartslagmeters. of met zaken zoals ijsbaden en supplementen, et cetera. Ik loop gewoon 70 tot 80 kilometer per week. vind ik best veel, Tom. Uh, uh, verdeeld over duurloop en interval. En ik eet alles wat los en vast zit, zolang het me maar smaakt. Maar af en toe doe ik er wel wat mee. Bijvoorbeeld heb ik ook Vaporflies aangeschaft voor de wedstrijden. Maar ik heb een hele praktische vraag die volgens mij nog niet aan bod is gekomen, schrijft Ton. En dat gaat over ademhaling. Hoe kun je het beste ademhalen gedurende het hardlopen? Zo slaag ik er maar niet in om via de neus adem te halen bij een beetje serieus tempo. Mijn eerste antwoord naar Ton was. Nou, Ton, denk even aan aflevering 39. Ja. Gaat het helemaal over de ademhalingstraining? Nou, Ton keurig luisteren, maar toen mail hij toch vrij snel terug. Hallo uh, Jurgen en Gerrit, ik heb geluisterd, maar dit is niet wat ik bedoel. Ik ben naam, namelijk met name geïnteresseerd in wat de wetenschap zegt over het verschil tussen neus- en mondademhaling. En hoe dat je renprestatie kan beïnvloeden. En terwijl ik uh, met Ton aan het mailen was, uh, hoorde ik uit mijn ooghoeken, zag ik uit mijn ooghoeken uh, wat ophef op het interwebs. Uh, over Arie Boomsma. En als ik uh, even google, dan zie ik inderdaad dat dat half juli naar buiten kwam op Libel, Etihad Boulevard, Viva. <laughs> uh, ja, ja. En ook de Media pop dat, uh, dat Popt Dat pop bij mij nooit op bij mijn Google. <laughs> nee, ik weet niet waarom ik dat gezien heb. Maar dat was naar aanleiding van een video die Arie Boomsma op zijn Instagram zette. Waarin hij uh, bekende dat hij slaapt met een pleister over zijn mond. Net zoals jij eigenlijk net de aflevering begon, Jurgen. Ja. 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 Om zichzelf uh, ook s'nachts. ...te trainen in het meer ademhalen door de neus. Arie Boomsma is niet alleen een uh, tv-persoonlijkheid... ...maar natuurlijk ook inmiddels een soort uh, fitnessgoeroe. Ja. En in zijn eigen video zegt hij dan ook zelf... ...het klinkt wat drastig, drastisch. En ja, ook mijn vrouw lag soms liefdevol om mij... ...als ik weer eens met zo'n experiment aankom. Maar dat neusademen levert veel op. En toen gingen mijn uh, antennes helemaal uit. Hij zegt dan, je wordt frisser wakker. Je hebt meer energie... Je herstelt sneller. Oeh, alarmbellen ja. uh, tijdens en na trainingen. En heeft volgens de wetenschap ook nog allerlei gezondheidsvoordelen. Nou, Jurgen van Tevelen, wetenschapsjournalist. Tijd om hier uh, met slimme, presteren ja. podcast maar eens in te duiken. Nou, is hartstikke leuk onderwerp. Want eigenlijk inderdaad, de hype. Nou ja, de hype klinkt wel een negatief. beetje hè? Ja, zeker. Je komt hem uh, ja, vaak tegen. Ook, uh, ik werd ook getriggerd door de podcast, de, de science of sport podcast met uh... Zuid-Afrika rolstukken, ja rolstukken onder andere waar zij een ja, het is eigenlijk een respiratoire fysiotherapeuten uit Australië of Nieuw-Zeeland interviewde. Respiratoire is een moeilijk woord ja, van ademhalings, ademhaling, uh, ja. ja, die zich daarin specialiseerd had. En uh, nou in het begin dacht ik, waarom is Ross helemaal niet kritisch of noem maar op? Meestal is hij wel echt wel bij de hand. Nou, hij liet op een gegeven moment Horen van, ja, ik let er nooit op bij uh, ademhalingsfysiologie. Uh, dat had nooit mijn aandacht. Maar ja, ik vind dit wel heel interessant, et cetera. En zij liep behoorlijk leeg, vond ik... over de positieve kanten van het uh, neusademhalen. Tijdens ja. het sporten. En maar het dat is wel van... even het verschil met Arie Boonsma. Ja. Die heeft het als een soort algemene Precies. levenshouding. Nee, zij, zij gebruikt het ook echt in de begeleiding van sporters... En waarbij ik af en toe dacht, Ros, dan moet je even vragen van, is hier echt bewijs voor? Hoe heb je, ja, kun je dat ondersteunen met data of noem maar op? Dat gebeurde maar heel weinig in die aflevering. Maar het zette mij wel aan het denken. En nou, toen kwam deze vraag van, uh, van, van Tom. Tom erachteraan. Ik denk, nou, ik ga eens kijken wat er allemaal uh, beschikbaar is. En nou, heel veel geleerd. Een leuk onderwerp. Dus uh, nog even terug op Arie Boomsma. Want uh, als ik in de voorbereiding, ja, dan bespreek ik dit ook een beetje aan de eetafel. Ja, van, uh... thuis. En toen bleek uh, Barbara ook met de pleister op de mond te Nou, uh, die de zei slaapen. ja. Was het niet zo dat uh, de oudste dochter Pom, dat die uh, aanbevolen werd toen zij jong was? Dat wij moesten opletten, s'nachts als zij sliep, dat we haar mond dicht deden. Oh. En nou ja, dat was inderdaad zo, dat kon ik me ook herinneren. Alleen wij kwamen er niet uit van: was het nou vanuit het ja. consultatiebureau dat die daar tips voor had? Of was het misschien op, la maar dat moet later leeftijd zijn, de tandarts of iets dergelijks? Ja, wij moesten er eigenlijk op letten van dat ze niet te veel s'nachts uh, eigenlijk door, die, door de mond ademde. En uh, dus ja, dan liep je langs, ging je eens kijken en dan ben je een beetje voorzichtig die lippen op elkaar. Ja, ik weet niet hoe lang we het hebben gedaan en et cetera. Dus daar moest ik even aan denken. Gaat verder heel goed met mijn dochter. Dus, ja, ik zou uh, zeggen, ja. heeft het effect gehad, ja. Ja, nee, maar uh, ja, nogmaals, waarom het, het hot is? Ja, daar worden natuurlijk, zoals Arie zegt, allerlei gezondheidsvoordelen. Nou, daar ga ik niet te veel op in. Ik, ik vond wat reviews inderdaad over fysiologische effecten. Maar waar het verhaal vaak om gaat, is onderdeel van... Ja, yoga, meditatie, tot rust komen. Ja. Ik denk, dat kennen we allemaal wel. Als Want dat wij... is die, ik heb die aflevering van de Science of Sport podcast ja. ook geluisterd. Dat is waar zij vooral op zit. Hè? Op ja. het moment dat je bewust neusademhaling toepast, één. ga je bewust naar je ademhaling. En dat alleen al. Ja. Is een heeft een kalmerend effect. En dat weten we volgens mij allemaal wel. Van Als je even druk bent met allerlei dingen... Eh, pas op de plaats, rustig zitten. Bewust ademhalen. Bewust uit dieper ademhalen komt het vaak op neer. Ja, en of dat dan per se door de neus moet... dat is dan de vraag die we wel uh, kunnen gaan beantwoorden verderop. Maar dat het goed is om even aan je ademhaling te denken... en, en juist rustig en dieper adem te halen... ja, dat kennen we wel. En dat ge geeft inderdaad een... Ja, uh, Rustgevend, uh, stressverlagend en even Effect. alsof je klaar bent misschien ook voor nou, de volgende taak die je gaat verrichten. Ja. Kijk maar voor de start denk ik van het triathlon, ja. dan zit ik ook wel eens even, even rustig. Hey, ik knoop ja, dat even aan de lessen van vorige week van onze wielrempsycholoog. Mooi procesdoel. Ja, voor de start. Precies. Ja, even rustig op. door je neus ja. in en uit te ademen om de hartslag omlaag ja. te brengen of wat. En uh, nogmaals, ik, de, de, ja, ik, ben benieuwd wat uiteindelijk de wetenschap uiteindelijk, want het, het wordt wat dogmatisch gebracht van, ik zie de discussie ook op LinkedIn de laatst. Iemand zei, ja, als je onder de 10 keer per minuut, uh, nou misschien was het, laat ik het iets hoger leggen, onder de 15 keer per minuut jouw uh, ademfrequentie is, uh, dan is het goed. Maar daarboven, nou, dan moet je uitkijken. Nou, daar kwam dus een, een, een reactie op van een arts. En die zei: Nou, kijk gewoon in de fysiologieboeken, dan is er helemaal niks aan de hand. Het, en het, het lichaam is prima in staat om. Uh, ja, is, is eigenlijk. Uh, Zorgt ervoor dat jij continu voldoende lucht, lees, zuurstof naar binnen krijgt. En dat je CO2 wordt afgeblazen. Dat is natuurlijk de hele taak van de ademhaling. En daar hoef je echt geen zorgen te maken als jouw basale ademfrequentie. Nou ja, iets hoger is dan die 15. Nee. Nou, ik kijk daar nu uh, uh, um, uh, wel eens af via mijn Garmin. Oh, ja, hoe goed hij dat berekent, weet ik ook niet. Wat ah, is, ja, maar die, wat die is jouw de... rust? Uh, ja, geen idee. Want uh, dat horloge zou een ademfrequentie ja. moeten geven. Ja, ik bij mij, mij zit gezien, hij dan. Hartslag, de, op de 14 zit hij. Even kijken. Staat dat hier in dit minuutje? Ik heb geen idee. Bestaturatie? Nee. Nee, ja, bij onder Ik weet niet of die de slaapscore misschien. Over de slaapscore. Um, maar even toch één stap terug. Ik realiseer me opeens, vaak gehad hier over sportrusten. Koen de Jong ja, heeft natuurlijk ook heeft altijd ook gezegd, ja. doe ademhalingsoefeningen ja. om te kalmeren, ja. om je rusthartslag omlaag te brengen. Ja. Maar dat is eigenlijk niet waar nee. het hier vandaag over gaat. Nee. We gaan verder versmallen naar, oké, okay, bewust ademhaling, uh, de voordelen evident. Ja. Maar nee. gaat het nou om specifiek door je neus ademhalen? Ja, en dat is uh, nou de, de claim die dan uh, gebracht wordt, waarom het beter is door de neus te ademhalen, waarom dat, waarmee je dat, ja, goed uh, minder uh, gezondheidsrisico's en misschien fysiologisch verstandiger is. Er zijn er een aantal. Uh, en dat uh, is ten eerste dat, nou, de filtering van de lucht is beter. Ja. Ja, dat geloof ik. Weet ook ik wel nog van de biologieles op ja. de middelbare school. Nou hè? ja, en we weten dat. Je neusharen, uh, je hebt daar boven ja, zitten, uh, je amandelen doen natuurlijk en ook en nog, op nog op. wat. Ja. ja. Ja, daar ligt natuurlijk aan wat kan wel en niet allemaal gefilterd worden. Dus daar wordt ook gezegd van, eh, kijk, we weten dat sporters, hebben we hebben bij die vorige aflevering ook over gehad, die hebben vooral duursporters, buiten duursporters, dus hardlopers, eh, wielrenners, schaatsers, verhoogd risico op ontwikkelen van astma. Jij zegt vorige aflevering, maar dan bedoel je niet vorige week, maar dan nee. bedoel je aflevering 104, ja. toen we het hadden over de effecten van hooikoorts. Ja. Onder ja, onder andere, ja, en daarvoor ook de ademhalingstraining. Oh, uh, in 39. Dus ja. dan is het natuurlijk, als je daar gaat kijken, als je levenslang uh, heel veel door je mond ademt. en als de kans groter is dat je daardoor nou, en allergenen. of inderdaad ook uh, schadelijke stoffen. Uh, in de buitenlucht, naar binnen trekt. naar binnen trekt. Ja, dat, dat zou al iets kunnen zijn. Maar ja, daar kunnen we straks denk ik ook nog even parkeren voor Guido. Ik heb nog geen studies gezien die laten zien dat neusademhalers inderdaad een minder, ja kleiner risico hebben op uiteindelijk het ontwikkelen bijvoorbeeld van astma. Oké. Okay. Maar ja, dan moet je natuurlijk ook wel heel lang kijken. Dat is wel heel en, moeilijk om ja, te onderzoeken. Ja. 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 Um, dat is één filteren. Tweede is het verwarmen van de lucht gebeurt meer in de neus. Eigenlijk dan in de mond. Dus... Omdat de lucht natuurlijk een langere weg aflegt. Ja, dus dan als jij buiten in, in de kou uh, bezig bent, ja, dan voel je af en toe ook wel eens bij het begin van inspanning vaak toch. Als je gaat hardlopen van oeh. Voelt het. dat voel je dan even als je uh, op, op je borst. Uh... Dat is uh, het, het derde daarbij is uh, in ieder geval wordt genoemd dat in de neus geeft ook stikstofmonoxide af, NO. Ja. ja, en dat is een stof hey. die hebben we hebben bij het beetersap. Bietersap, doping ja. voor elke amateur. Ja. En NO is inderdaad nou ja, een wonderstofje. Toch dus... in een halve zin proberen uitleggen: in die aflevering leerden we dat in bietersap zit een stofje. Als dat met je speeksel in aanraking komt, ontstaat er ook NO. Ja. Ja. En dat NO zou helpen om je vaten wijder te maken, Klopt. waardoor je beter kan presteren. Ja. Maar was de tegenclaim: als je veel traint en beweegt, gebeurt dat beweging ook. Beweging ja. doet ja. het ook al, dus dan heeft de bietersap geen effect meer. En jij zegt nu dus, wacht even, datzelfde procesje van die bietensap en dat speeksel gebeurt ook al altijd al in je neus. Ja, alleen daar is nog, wordt dan niet op ingegaan waar precies, want ja, vanuit je neus, NO, NO is een gas. Ja. En ik vraag me af, hoe diep komt dat dan? Uh, wordt dat, en komt dat uiteindelijk, ja, zij hebben het dan over, je kan ook denken aan de bronchie zelf. Ja. Dat die bronchie open gaan staan. Dan weet ik niet of NO daarvoor ook, dus een bronchodilator, voldoende bronchodilator is. Dus van de bronchie, de aanhangswegen. Ik weet het in ieder geval van de, uh, de bloedvaten. Ja. Maar dat betekent dus dat het vanuit de longen, diep in de longen, de, moet het dan in contact komen. Met, met de bloed. bloedvaten waar ja. de zuurstof wordt toegevoegd. En toch gekomen. even, jij zegt hier, er is dus een studie geweest. Er zijn wetenschappers die zijn in staat geweest om te meten dat lucht die door mijn neus komt meer NO bevat dan ja. lucht die door mijn Ik mond denk, gaat. Ik denk zover lukt het. Nou, je weet gewoon anatomisch dat daar uh, NO geproduceerd wordt. Ja, dat ja. kunnen ze meten. Ja. Alleen dan meteen de link leggen. Ah, dus NO is goed. Dus je hebt er voordeel bij uh, tijdens inspanning. Nou, die studies heb ik nog niet gevonden. Nee, dat is en puur dat beredeneren is dan. Uh, dan. Uh, ja. En dan de, moeten we altijd, heb ik hier ook geleerd, eens even oordeelgroot te kijken. Ja. Want in de neus wordt NO geproduceerd. Ja, hoeveel dan? Ja, wel? Doet ja. dat überhaupt te Is het zaken? functioneel? En ja. Uh, nou ja, en als laatste, in combinatie denk ik met het opwarmen, is ook de, ja, uh, het bevochtigen van de lucht. Ja. Gebeurt meer in de neus. Dus ja. dat je ja, ook uh, die, 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 die droge lucht die je, waar, waar, je, ja, waar je best wel last van kan hebben tijdens het sporten. Als jij, daar zou je meer last van hebben als je vooral via de mond aanhaalt dan de neus. Dus er zijn een aantal voordelen: die... Uh, ja. temperatuur, vocht en O. Dat zijn de belangrijkste. Ja, en, uh, en filteren. Filteren. Ja. Vier voordelen. Nou, oké. Okay, dat is. Uh, dat is dus een gegeven. Ja. Um, nou, dan, dan ga je een stapje terug. Maar ja, goed. Wa, wa, lukt het überhaupt om alleen door die neus te ademen? Ja. En, uh, ja ik... Dat is de volgende vraag. Ja. Dus, dus jij zegt eigenlijk: deze vier voordelen. Ja, nou, dat, dat ja. kan je wetenschappelijk zien. Dat ja. kan je fysiologisch beredeneren. Dat is wel zo. Ja. Puur alleen daarop zou je kunnen zeggen: dus ga tijdens het sporten maar alleen door je neus inademen. Ja. En dan komt de volgende vraag: kan ik genoeg. Lucht naar binnen. Ja, trekken, en, en heeft het dan inderdaad een meerwaarde ten opzichte van mond of mond en neus samen? Want ja. ik weet niet, uh, ik ben nooit zo bewust, alleen behalve sinds in het onderwerp, ik ben laatst op de fiets gestapt en dan heb ik echt gedacht: probeer zo lang mogelijk mijn mond dicht te houden. Ja, ja dat is best wel een. Uh, een ik uitdaging. heb het ook gedaan, aanleiding van de aflevering ja. met rolstukken. Ik vind het onprettig. Ja, dat is het, onprettig. Komen we ook nog even <laughs> terug, want op een gegeven moment gaat die mond gewoon open. Ja. En dat is inderdaad een ding. Voor mensen die hier niet aan gewend zijn, die merken gewoon van ja. Hé, hey, uh, als jij gaat inspannen. Ja, ja dan komt het uiteindelijk. Een, daar komt een signaal. Uh, en daar kun je proberen te overroelen lange tijd. Maar op een gegeven moment lukt dat niet meer. Hm. Ik moest nog wel denken aan, aan Ton. Ik, ik ken het namelijk wel door de neus ademhalen. Als van het begin. Je moet nu over Ton, ton grond ja. onze vraag stellen. Ja. Want ik doe het ook tijdens het hardlopen. Probeer ik er af en toe op te letten. Maar het is meer een, een focus op als ik denk van. Vooral na de start. Want dan gaat het meestal ga je te hard. Een stukje, stukje zelfspraak? Ja, dat is voor stukje mij. Een interne van, focus. Let, let even op de ademhalen. Probeer door je neus. Maar. En nooit in onder het idee van dat dat fysiologisch. Mijn prestatie gaat uh, uh, versterken. Maar meer. Oké, okay, let daar even op. Ik dus, heb uh, daar ook op gelet afgelopen week bij het trainen. Wat mij opvalt is dat ik volgens mij. als ik bewust adem. Door de neus in, door de mond uit ademen. Neus in, mond uit, ja. 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 Dus daar ja. Nou ja, dus zou dan wel lekker. Ja, wie weet is dat wel een heel goed, goed idee ja. zijn op basis van dit. Ja. Maar ik hoor maar. Ja, nee, zeker. Nou, Lukt eerste, dat? Zeg jij. Puur fysiologisch bekeken, als jij de tekstboeken nog op, op naslaat, dan staat er gewoon van ja, je hebt in de, de barrière van uiteindelijk waar het om gaat bij, bij duursporten, is je moet voldoende zuurstof. In die mitochondriën uiteindelijk krijgen, in die in, energiefabriekjes in je spieren. In je spieren ja. Om de energie daar te genereren die je nodig hebt om door te blijven gaan, een bepaalde intensiteit. En in de tussentijd wordt daar dan CO2 af, als afvalproduct, zeg maar, vanuit die, die, uh, die ademhaling. Uh, ja, en moet weer afgevoerd worden. En moet afgevoerd worden. En als je praat over de barrières in het lichaam, wordt de ademhaling eigenlijk, die staat echt achteraan in de rij van van de drie die barrières die er zijn is eigenlijk de ademhaling is één dan circulatie is de tweede van het bloed ja, ja. dus het gaat om nou ja de rode bloedcellen en het kunnen hart zelf kunnen die hard genoeg rond om die zuurstof aan ja. te voeren en die co2 af en heb je genoeg bloedvaten inderdaad van om uiteindelijk naar de de spieren te gaan naar de mitochondriën om daar de zuurstof af te geven ja daar weten we wel van dat daar een echt een barrière zit. Vandaar mm -hmm. dat Epo ook zo populair kan zijn. Als ja. je meer rode bloedcellen die het zuurstof uh, transporteren hebt, dan lukt het ook om meer zuurstof naar die spieren ja. te krijgen. En de derde, ja, de, ook een belangrijke is: gewoon op spierniveau: die zuurstof moet uiteindelijk naar de mitchondria. En die, moet, die moeten gewoon in staat Werken. zijn om die zuurstof, precies uh, te verbranden. Ja. En eigenlijk de ademhalingsbarrière, uh, dat zou de eerste zijn: van dus, ja, de opname van zuurstof vanuit de longen in het bloed. En fysiologisch gezien wordt altijd gezegd, nou dat is eigenlijk niet zo heel belangrijk. Want kijk je ook bij volledige inspanning, dan heb je nog steeds restcapaciteit in die longen. Ja. Kortom, je hebt je longen niet volledig, benut je nog de, het, het volume. Met name van, van je. Bij gezonde personen. Ja, neem ik aan, hè? behalve het gaat mis inderdaad bij astma. of uh, mensen met COPD. Ja. als je echt een belemmering hebt. Maar, en dat hebben we toen ook bij de ademhalingstrainer genoemd. van er is toch wel aanwijzing dat de laatste jaren. en met name door corona. mensen. Ja, dysfunctioneel zijn gaan ademen. Kortom, en dan, daar, daar gooi ik het eigenlijk op, op inefficiënt eigenlijk. En het systeem is eigenlijk zo ingebouwd dat als jij gaat inspannen, nou wat er gebeurt. Ten eerste gaat eerst jouw uh, je teugvolume, de elke uh, hap die je neemt met lucht, gaat omhoog. Ja. En uiteindelijk komt er op een gegeven moment gaat ook jouw frequentie omhoog. Ja. En die twee samen zorgen dat jij in dat rust er meer lucht in je ja. lijf is. En dat kan er echt een verhoging zijn van 10 liter per minuut, normaal onder rust, naar 150 tot 200 bij echt topatleten. Dus nou ja, dan krijg je een 10 tot 15 keer ja, uh, toename... in eigenlijk de verversing van je lucht- of je ademnuutvolume. Ja. En uh, ja, wat je dus toch merkt van... en wat daar gekoppeld is van... ja, dit kost spierarbeid. Ja, van je, van met je name, diafragma. Ja, precies, je middenrif Dat is gewoon een spier. De belangrijkste daarbij uh, voor, eigenlijk voor het ademhalen. Uh, in ieder geval in rust... Maar bij uh, intense inspanning gaan ook je tussenripspieren nog meedoen. En ik heb al heb je... heel vaak in deze podcast verhaal verteld dat ik natuurlijk ooit kramp in die spier ja. heb gekregen. Ja. Omdat ik ademhalingsoefeningen liep te doen tijdens een marathon. Ja. Ja. Kan je vertellen, als dat gebeurt, dan uh, ja. heb je geen lucht meer. En dat is dan. Die, ja, en in, in rust is gewoon ja, de, de zeg maar, de, de het zuurstofverbruik van die spier is klein. Maar er zijn situaties, grote inspanning en vooral als je bijvoorbeeld ook nog op hoogte bent. Ja, dan kan eigenlijk, uh, en die studies zijn ook gedaan, dan blijkt gewoon dat de bloedtoevoer naar, die, naar diafragma tussen ripspieren gaat, moet omhoog. Om van voldoende zuurstof uh, die te voorzien. En dat kan ten koste gaan van dus de, de, ja, de, de zuurstofvoorziening naar bijvoorbeeld je beenspieren. Ja, maar dat zijn extreme omstandigheden, maar dus je kan je wel voorstellen. Dit is het verhaal uit aflevering 39 ja. waarom het toch zinvol kan zijn om ademhalingstraining ja. te doen, om die spieren te trainen. De spier te trainen en om te zorgen dat je inderdaad Stevige spieren, want je kan ook spiervermoeidheid krijgen. Ja. En dat is voor en na een marathon, als jij dan gaat kijken uh, naar. en dan kun je mensen diep laten in- en uitademen. en dan kan je daarmee een schatting maken van de kracht die die spier levert. Ja. en dan zie je een afname van 10, 20 procent. Dus ja. die, spier, die heeft ook te maken. En het andere is, je kan je helemaal voorstellen als die, die spier heel inefficiënt efficiënt samentrekt. ja, dan trekt die onnodig veel zuurstof naar zich toe en ja. bloed. Ja. En dat gaat ten koste eigenlijk van alle bloed wat je liever naar jouw beenspieren of armspieren, naar wat je aan het doen ja. bent. Maar dus... nu zit ik op de tweede mail van Ton. Ja. ja dit is ademhalingstraining. Klopt. Ik wil nu eigenlijk alleen maar weten, ik zit te wachten aan de vraag, maakt het nou uit voor die toevoer of dat via de neus of de mond komt? Ik zit wel ook de hele tijd te denken, ik heb in mijn inspanningstest bij Guido uh, mijn, mijn longvolume ja. moeten bepalen. Ja. Kan je vertellen, dat doen we niet met zo hard mogelijk uitblazen door je neus. Ja. Nee, nou ja, in een hele lange tijd was het heel stil op dit onderwerp. Er was één studie uit 85 of 95, 85. En die de hebben. De shownoot staat uit 95. 95, nou dan is het die. <laughs> en, en daar hebben ze gewoon gedacht: van oké, okay, we gaan dit testen. We hebben een groep proefpersonen, die zetten we op een. Ik uh, dacht dat de fiets was, gewoon een inspanningstest tot uitputting. En uh, de manier eigenlijk om je maximale zuurstofopname te meten. En hebben ze op drie manieren gedaan: met alleen neusademhaling, dus volgens mij de mond afgetaped, ja. met mondafademhaling, uh, een clip op de neus, ja. en ten derde gewoon samen. Ja. Gewoon. En nou, wat bleek dat in het geval van samen en mond je uiteindelijk een hogere VO2 max haalde en een betere prestatie dan uh, alleen met de mond afgeplakt. Intuïtief, volledig logisch. Ja. Hè, je twee neusgaten zijn toch kleiner dan die grote ja. waffel alleen. Dus uiteindelijk minder lucht door ja, het minder een, inspanning. Ja, een interessante bevinding daarvan was wel, zei zij, van... En, en daarbovenop inderdaad het feit van... Als je alleen je mond vergelijkt met mond en neus, maakt het ook niks uit. Maar, zei zij, wat wel opviel is... Met alleen die neusademhaling is dat het ademminuutvolume... De hoeveelheid lucht die per minuut in en uit de neus ging... Ja. Die was een stuk lager, ja logisch. Ja. Uh, alleen die was veel meer lager dan de afname in, uh, de, van, van de, de VO2 max. Oké, okay, dus de verhouding tussen hoeveel minder lucht stond niet gelijk ja. aan hoeveel minder prestatie. En dat is eigenlijk een indicatie dat met eigenlijk uh, ja, een stuk minder lucht relatief meer zuurstof toch nog werd opgenomen. Want de... VO2 max was relatief beter ja. dan je zou verwachten. Precies. Ten opzichte van de hoeveelheid minder ja. lucht. Ja, en dat was al mee. Ik zit meteen aan, aan die van... testen te denken: die inspanningstest tot uitputting. Uh, het, het, het succes wordt natuurlijk ook vaak bepaald in die laatste minuten. Ja. Namelijk hoe lang kun je dat uitputten uitstellen. Ja. ja in dus die fase motivaat. ben je natuurlijk ook keihard ja. Ja. aan het hijgen. En dus... als jij een neusclip op hebt. Is dat misschien niet zo fijn? Of als jij. Maakt een, minder een tape, je, je gaat hard heiken in die laatste. Een tape minuten. voor je mond. Ja. Dan wil je dat ook niet. Dus, nee. dus daar zit ook wel die motivatie van om door te gaan. speelt door deze test heen. En klopt. Ja, ja. Nou, dan zou je gewoon bij dit zeggen. Nou ja, goed. Uiteindelijk red je het gewoon niet. met alleen je neus. Want ja, je komt als het. bij zware inspanning schiet je het kort. Er zijn ook studies gedaan. en die lieten zien dat je. kijk. in rust ongeveer. zit je op. pak een beetje 10 liter per minuut van je ademminuutvolume, zoveel lucht gaat de neus in en uit. Ja. Uh, maximale inspanning kan je tot 150, 200 gaan. En er wordt gezegd, vanaf 40 liter per minuut, dat is al best wel snel, gaat, die neus, oh, gaat de mond meedoen. Ja, automatisch ja. eigenlijk, als je niet over nadenkt. Precies, en, ja. want dat is natuurlijk ook een belangrijk punt hier. Normaal hoef je niet na te denken bij het ademhalen net zoals uh, bij het, uh, uh, het sneller kloppen van je hart en dat uh, is allemaal autonoom geregeld. Maar het mooie, het interessante natuurlijk aan de longen of de ademhaling, zwegen is wel: je kan ze beïnvloeden. Je ja. kan. Je adem. Uh... Nu je dit zegt, dat, dat zeggen ze toch ook bij Tucker. Dit is ja. eigenlijk het enige proces in je lichaam Klopt. wat je wel of niet bewust kan ja. uitvoeren. Ja. Alle andere dingen kun je niet zeggen met je hoofd: hey, ik wil nu mijn hartslag tien slagen omhoog ja. of ik wil nu de temperatuur en is, een half gradje drijven. Dat maakt het toch wel heel interessant. Kijk, het is iets je... beïnvloedbaars. Ja. Uh, nou, er komt meteen het punt van, ja, maar in een groep. Dus mensen die niet gewend zijn om door een neus te ademen en je doet zo'n test. Ja, dat voelt niet fijn natuurlijk met de mond af. Afge... Ja. En vooral wat je zegt bij maximale inspanning, dan ga je al happen naar lucht. Um, dus er is een nieuw project gestart. Dat is nu vijf jaar bezig en dat vond ik op LinkedIn van een groep Amerikaanse onderzoekers. De Nasal Breathing During Exercise Project. Die ja. wil het goed aanpakken. Uiteindelijk staat het ook gewoon netjes op ResearchGate, hè? Niet dat je zegt, LinkedIn ja. is mijn nieuwe... Oh nee, sorry, het was... Uh, ja, die bedoel ik. Uh, ja. De nieuwe bron van studies. Ja. nee. Um, klopt. En, uh, goed punt, uh, Gerrit. Goed opgelet. Um, dus dat geeft me aan, het is... Uh, er is nog heel weinig onderzoek. Er is een groep onderzoekers die het serieus aanpakt. Ja. Maar die zitten ook nog in hun beginfase. Nou, de dus die zijn specifiek dit wat wij vandaag bespreken, ja. dieper aan het uitzoeken. Ja. En Maakt ze hebben, uit, nou ja, uiteindelijk staan de... er uh, vier, vijf artikelen van hun hand op, maar als je goed kijkt is het één serieus artikel en één bevinding in een triatleet. En, en dus, ze hebben een triatleet, namelijk die, ja, uh, à, uh, Ari die contact heeft met Arie, denk ik, uh, <laughs> en die heeft <laughs> zichzelf aangeleerd om door de neus te ademen. Ja. En die hebben ze toen een inspanningstest laten ondergaan en dan zei ze, hé. Hey, deze persoon kan het wel volhouden, net zo lang als met alleen Ah, die mond. hebben die test uit 1995 ja. herhaald. En die kan gewoon tot uitputting, Precies. op alleen neusademhaling, ja. zijn V2 max halen. Ja. En dus zei ze, is het niet gewoon de onwennigheid in die vorige studie? En is het trainbaar? Is, is het trainbaar, ja. En dus dat hebben ze nu uh, herhaald in een groep van... Ja, uh, dat is toch wel een dingetje. Maar volgens mij gaat het om tien hardlopers. Het is best ja. wel... En dat zeggen ze dan je ook. Je ze zeggen een de... dingetje is niet zo'n grote groep. Nee, in de discussie zeggen ze ook. Weet je wat het probleem is? Hij wilde deze studie doen bij een groep mensen die gewend waren aan uh, neusademhaling. Ja. En daar hebben ze 2,5 jaar over gedaan om die groep te vinden. Oké. Okay. En uiteindelijk zei ze ze konden, ja. Ze hadden geen toegang tot de database in het netwerk van de Slim-Steren-podcast. Ja. Nou ja, goed. Maar zij ze zei ook: ja, je moet echt niet, niet alleen van ja, ik doe het af en toe. Je moet gewoon uh, ja, volledig. Overtuigde mensen zijn die dit al lange tijd doen. Want anders kom je onherroepelijk. Ja, euh, dan, dan benut je niet die maximale capaciteit. Nou, die studie is nu uitgevoerd. en dat, dat levert wel interessante resultaten op. Want zij hebben dus. daar hebben ze echt goed naar gekeken. Nou ja, ze hebben die, die groep. volgens mij. Euh, ja, uiteindelijk zeggen ze sowieso. waren deze mensen zes maanden al. Bezig geweest met het trainen van de neusademhaling. In het dagelijks ja, leven. Hetzelfde Lees als die training. Ja, en ook dus tijdens het sporten. Ja, allebei. Dus, ja, nou dat is allemaal belangrijk. Um, nou, dan hebben ze die maximale inspanningstest gedaan en de VO2 uh, max gemeten. Nou, die was in dit geval niet anders dan. En dan hebben ze dus nou, mond dicht ge geplakt om puur voor de neus. Aan de andere kant hebben zij, uh, en ja, wat wel uh, ook een puntje van discussie. Ze hebben nog wel een, uh, een neuspleister. of in ieder geval een, uh, een neusklemmetje erbij uh, gedaan. Want ze zeiden ja, anders ging het bij die, die test niet goed. Zo'n zo pleister die de neusvleugels ja, opentrekt. Omdat je juist met zo'n masker. Dat is ook nog... allemaal een grote mythe, die pleisters. Nou, andere, kunnen we andere daar over hebben. Want ja. als je daar een, een masker op hebt, ja, dan kun je ook dan. dan duwt dat automatisch ah, je neusvleugel een al een dicht. beetje dicht. Dus uh, dat was nodig voor die VO2 Max test. Uh, en het andere is een goed punt van hun. In het verleden waren heel veel VO2 Max testen, echt vroeger. Toen had je nog niet zo'n masker voor, die ja. heb jij gehad. Ja. Maar dat was gewoon met een mondstuk zelfs ah, en een klem op je, je neus. Uh, nee. de neus aan. Dus er, zijn, er is heel veel informatie beschikbaar uit het verleden van dit soort testen. Waarbij je gewoon een, 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 een 100% mondademhaling meting ja. hebt. Dus in dit geval moet je ook nadenken, wat doet deze test al überhaupt met ademhaling? In ja. dit geval moesten zij dus wel met een, een, een neuspleister uh, werken om die, uh, de ademhalingswegen open te houden. In ieder geval tijdens maximale inspanning geen verschil in VO2 max. Nou, dus het is haalbaar om. Maar het is niet beter. Ik bedoel, het was niet dat we. Ja, want dat is de volgende vraag. Dan ja. wil ik even terug te lezen in de mail van Ton. Ja. Die eigenlijk al in zijn eerste mail en ook in zijn tweede mail een, een soort onderliggende aanname heeft. We kunnen maar even zeggen, een confirmation ja. bias. In lijn uh, van vorige. Dat hij zegt, het lukt. Hij, hij schrijft letterlijk, zelf slaag ik er maar niet in om via de neus ja. adem te halen bij een beetje inspanning. En, en in zijn tweede mail schrijft hij ook. Ik ben benieuwd of ik er grote moeite voor moet gaan doen. Om ja. toch iets met neusademhaling te doen. Dus blijkbaar, en dat zal er zijn op basis van die vier voordelen waar jij net ja. mee begon. Leeft er iets of vertelt men elkaar toch dat je beter ja. door je neus kan ja. ademen tijdens inspanning? Ja, ja nee, dat, dat, dat klopt. Ja, maar wat is beter? Ja, om... Het gaat er dus ten eerste om beter te presteren. Ja, nou, laat ja, dat even zeggen. Daar, daar kan ik het zo eens over ja, dat, dat... Doe maar, doen we nu. Ja, nou, want die VO2 Max, die zegt nog niet alles. Nee, de, want die zegt dus over uitputting. je maximale uitputting. Maar ja. het, zij hebben veel meer gemeten. En dat is misschien leuk om straks de sporthouders ook nog eens naar te kijken. We hebben echt ook euh, naar de in- en uit, uitgeademde gassen goed gekeken. Ook. En daar kun je nog iets meer uithalen. Wat zij in ieder geval ook structureel vinden, is gewoon een veel lager ademminuutvolume. Dus de hoeveelheid lucht die in en uit ging. Ja. Die was slechts 20, 22 procent onder met neus aanhaling, 22 procent lager. En dan, dan kun je. Dan dan, dan, diezelfde tempo of diezelfde prestatie. van deze proefpersoon met mond halen. Ja. Of met allebei. Ja. Um, maar dan ga je al van hé. Hey, dat betekent eigenlijk al van veel minder. dat de longen minder arbeid hoeven te verrichten. Ja, klinkt als een efficiëntieslag. Ja. En inderdaad, als je dan ook nog uh, kijkt naar. De hoeveelheid zuurstof in de uitgeademde lucht is die een stukje lager, suggererend dat er meer dus zuurstof meer is. Het is achtergebleven. Ja. En de, de CO2 in de uitgeademde lucht is iets hoger. En daar, uh, dat is wel interessant, want normaal is dat een prikkel voor het lichaam om uh, de ademhaling omhoog te schroeven. Als er, als er meer CO2 wordt waargenomen. Ja, ja, in het bloed. Want dat is eigenlijk. Er zitten allerlei sensoren in het bloed. Chemosensoren met name. Ja. En die detecteren eigenlijk de hoeveelheid CO2. En ze zeggen, een frequentie ja. omhoog. Want er moet meer afgevoerd worden. Ja, want we, ja precies. Afblaas, die CO2. Dus dat is dus wel een dingetje Vette hier. Een fabriek is dat lichaam ja. toch? Hè? Ja. En dat is wel een dingetje hier. En dat komt ook in de discussie terug, zeggen ze. Ja, uh, zij noemen dat air hunger. Nou ja, uh, dat ja. is wel, wel logisch. Zin om te happen, heig, heig, behoefte. Dat ja. dit een, een bekend iets is bij mensen die neusademhaling uh, aan het oefenen zijn, aan het trainen zijn. Ja, uh, linksom of rechtsom kom je op een gegeven moment uh, 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 ja, tegen dat, dat rot gevoel aan van... Ja, shit, ik uh, trek dit niet. Dit is, uh, dit is niet fijn, zoals jij dat ook al had. Ja. Ik, wil, uh, ik heb meer lucht nodig. En zij zeggen, ja, dat is ja, daar moet je doorheen breken. De, je moet je lichaam dat aanleren om daarmee om te gaan. En en, ze en ze zeggen, deze zei, mensen heel even wachten. Ja. Want dan gaat hij vanzelf meer. Ja, nou CO2. Heel, even, heel even wachten. Dus zes maanden hiermee bezig zijn. Ja, nee, oké, okay, zes maanden dit proces te. Maar, ja. maar wat er gebeurt blijkbaar in de inspanning is Zij kunnen je, als dat. je wacht dat er dan meer CO2 afgevoerd gaat worden... Nou, in dezelfde ademvolume. Nee, want dat is oh. niet... Zij kunnen dus leven. Zij hebben hun lichaam gereset, zullen we zeggen. Ik denk dat uiteindelijk die chemosensoren... Ja, die kunnen ook wel... Uh, die, zijn, die staan niet continu op, ja, op een vast uh, uh, setpoint. Ja. ja, je kan dat ook... Uh, en met ziekte gaat dat vaak bijvoorbeeld mis. Maar je kan dat dus waarschijnlijk door training... Ook oefenen van, nou ja, jullie kunnen met een hoger CO2 in het bloed. Gaat nog goed. Gaat die drive van, ik moet nu mijn ademhaling omhoog schroeven, die verdwijnt op een gegeven moment. Dat lichaam denkt, ja, dat is fysiologie, aanpassen aan omstandigheden. En dat is in ieder geval na zes maanden in deze groep, en bij die triatlood lijkt dat gelukt, waardoor je inderdaad meet dat zij ja, minder CO2 in hun uitgeademde lucht hebben, lees. Dus nee, meer toch? Meer CO2, ja. ja, sorry. En dus lees ook meer CO2 in hun bloed nog hebben. Ja, en, en dat, dat dus is... kunnen verdragen. Ja, ja. Nou, waardoor, ik maak toch renering even af. Adem, minuutvolume zeg je gaat omlaag. Kortom, dat diafragma en die ribben waar we het net over zeiden. Wat uiteindelijk mogelijk een beperkende factor wordt. Kunnen het rustiger aandoen. Ja. Waardoor je dus meer zuurstof bloed voor je spieren overhoudt. Ergo, betere prestatie. Je, je, nou ja, erg. Ja, nou nee. komt de volgende ah. test die ze gedaan hebben. Ze zeggen, nou, we laten mensen op 80% van de VO2 Max fietsen. Nou, dat was niet zo. Dit waren nee, fietsen. fietsen. Nee, was lopers, waren dat het waren lopers. He? Ja, ja, sorry. Ja. Nee, omdat Ton ja. daar ook nog iets over ja. schrijft. Hè? Hij zegt. Het lukt me bij het fietsen of fitnessen ja. beter ja. om te blijven neus ademen. Dan bij het ja. lopen. Dus ik was even benieuwd Klopt, daar dit, nog dit iets zijn lopers. Dus op die loopband uh, op 80% vo 2 Max. En weer diezelfde metingen gedaan. En. Um, of een bepaalde snelheid. Dat is natuurlijk, het maakt natuurlijk. Nou, dat maakt niet uit, want die V2 max blijft hetzelfde. Ja. En toen ook gekeken naar de zuurstofopname. Gewoon. En daar, daarin liet ze ook weer zien. Eigenlijk wat ik net beschreef. Met die lagere zuurstof uh, in uitgaan. Met het hogere CO2. Maar als je dan. SEC. Kijkt naar de zuurstofopname. Hmm. Is die uiteindelijk een stukje lager. Wanneer zij alleen met de neus ademhalen. Dan. Met de mond. Wow, 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 en dat betekent, ja, dus de, je, je zet in op een percentage dus van Dus ik ga op de loopband, max. ik doe 80% VO2 max. Ja. Ik heb een referentieprestatie waarschijnlijk met gewoon ademen. Je, je weet die VO2 max, weet je? Ja. En dan meten eerst... ze, dan zeggen ze enerzijds: hé, hey, we zien dat er veel zuurstof achterblijft, dat gaat goed. Ja. We zien ook meer CO2, gaat ook goed. Maar nu zeg jij. Maar de, en, en de zuurstofopname, want die ja. kan je dan ook meten, is uiteindelijk uh, een stukje lager. En dat is een maat van hoe efficiënt je natuurlijk loopt. Maar als die zuurstofopname inpanning... lager is, dan is dus je efficiëntie hoger. Je hebt minder zuurstof nodig om datzelfde tempo te lopen. Ja. Heb je nou Ja, precies. Ja. Dus ja. dit is slimmer presteren. Ja, dit zijn eigenlijk dezelfde uh, metingen zoals Wouter Co hoogkamer met zijn veerpil heeft gedaan. Aha. Je zet dus je mensen kan het in op... je schoenen stoppen. Ja. <laughs> maar je kan dus ook gaan. Nou, maar dit je wordt zet mensen op een aflevering. loopbaan en la loopbaan laat ze een bepaalde snelheid meten of bepaald percentage van je. Ja. Maximale. Ja. En dan ga je puur kijken van hoeveel zuurstof neemt zo iemand op. Hoeveel energie verbruikt hij dus ja. voor deze inspanning? En dan blijkt dat de inspanning is. Nou, voor hetzelfde. Ik bedoel, ja. Ja, 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 dat is ja. ingesteld, ja. de loopband. Ja. Ja. En dan blijkt gewoon. En het, de grap is: dus met die neuzame haling ging het om een verschil van 4%. Nee, het ja, uit. Het is bijna gewoon toevallig. Nog een paar v Ja, aan. dus het is eigenlijk. Nou ja, en. Daarmee, dat vond ik toch wel een... Dus het geeft aan dat je efficiënter ja, met je zuurstof omgaat. Ja. En nou ja, waar zit het? Dat Nogmaals, is... dit even toch de asterix bij deze ja. bevindingen. Dit zijn die mensen die dit zes maanden, ja. 24 uur per dag, ja. geacclimatiseerd hebben, Precies. getraind hebben, geoefend hebben. En, dan moeten we ook kritisch zijn, deze dus niet, ja, dan, die zijn dus niet meer gewend om door hun neus te ja, ademen. Door hun mond te ademen. Door, ja, door hun mond. Ja. Want het is vandaag 7 oktober. Ik heb nog negen dagen en dan ga ik mijn volgende marathon doen. Ja. Enerzijds denk ik, ik doe geen experimenten. Maar als ik hoor uh, ja. nog eens 4%, denk ik, ik ga als een speer door mijn neus ademen. Ja, maar ik. we moeten wel even kritisch zijn van, ja, als jij nooit gewend bent om door je mond meer te ademen. Ja. En, en je krijgt dus, je wordt uitgenodigd om in een lab te komen. En waarschijnlijk wordt er gezegd, nou, we gaan kijken naar het verschil tussen neusademhaling en mondademhaling en je gaat testen doen waarbij de ene keer mag je door je neus ademhalen zoals je al een half jaar gewend bent en de andere keer door je mond. Dan, dan krijg je een klem op je neus dus je moet door je mond. Ja, die mensen gaan natuurlijk ook denken van hé, hey, wat overkomt mij? Ik ik Denk kan ik? ik dit nog? Dus ja, Denk dat ik? vind ik wel een makke van deze studie. Dan klein makke, want door je mond ademen is het toch niet moeilijk. Ja, maar als, je haal, als jij dan zo gewend bent om continu door je neus, ja, misschien dus je, nou, ik vind dat toch wel kritisch vind Ik Vind wel in goed ook. hoor, je moet wel kritisch zijn. Ja. Nee, maar waarom uh, levert dat dan 4% energiewinst op? Ja. Ja, dat de verklaringen zijn in ieder geval kunnen zijn van ja, jouw ademhalingspieren hebben veel minder zuurstof nodig. Ja. Dus je, je, je ademhaling is veel efficiënter geworden. Ja, wellicht dat er ook die combinatie dan met die NO een rol speelt, dat die uiteindelijk ook zorgt voor vaatverwijding uh, in de rest van het lichaam, bijvoorbeeld naar je beenspieren toe. Ja, zo goed kun je dat niet uh, ontdekken. Maar, uh, ja, uh, het belangrijkste punt wat ook op geobserveerd wordt en wat gelukkig die... Uh, die auteurs, want je gaat bijna denken: ja, dat zijn allemaal vervente neusademhalers. Ja, maar in de discussie zeggen ze. Dit is een vraag die op mijn lippen brandt. Ja. He, dit is één project. Is hier uh, kritiek ja. op, discussie over, omstreden? Maar, ja, maar het is eigenlijk misschien een stuk simpeler. Want ze zeggen: ja, het belangrijkste verschil zit hem gewoon in de ademfrequentie. Die is een stuk lager. Mm -hmm. Ook bij deze testen, bij mensen die uh, door de neus ademen dan door de mond. Ja. En we weten uit andere studies, als jij wielrenners. Uh, op een, een, uh, een fietstest laat doen en daarbij hun aanwijzingen geeft of nou ja eigenlijk gewoon uh, zorgt van dat zij de ene keer uh, snel ademhalen hoge frequentie gewoon hun eigen ademhaling of juist een stuk dieper gaan ademhaling en dieper ademhalen geeft een, een lagere frequentie. Ja, dan zie jij ook al dat ze een in het laatste effect. geval dat de efficiënter en dat de, VO, dat de zuurstofopname minder wordt. Maar dan zijn we dus eigenlijk helemaal rond. Want we begonnen deze aflevering over allerlei ademhalingstechnieken van sportrusten tot ja. yoga tot meditatie. Waarin we zeggen we weten dat dat een rustgevend kalmerend effect heeft. Ja. Uh, en dit is dus eigenlijk wat deze mensen ook weer waarnemen. Alleen nu door het feit dat ze en het door de neus alleen maar doen. Maar dat ook tijdens inspanning blijkbaar lukt. Misgetraind. Ja. Maar ja. dat is waarschijnlijk, dus ja, of je nou per se door je neus doet, of dat jij jezelf aanleert om in ieder geval dieper te ademen, want dat is vaak het probleem met dat dysfunctioneel ademen: ja. dat mensen heel oppervlakkig gaan ademen. Ja. En dat is, ja, dat ken je misschien van stressreacties, is dat bekend, ja, uiteindelijk richting het hyperventileren. Ja. Dus eigenlijk, ja, linksom of rechtsom, ja, probeer of leer jezelf aan. Om niet te oppervlakkig te gaan ademen, maar gewoon diep ademen. En dan gaat die frequentie al sowieso wat omlaag. En op die manier, dat is de manier dus om efficiënt te ademen. In rust. Maar in ieder geval ook belangrijk tijdens inspanning laten deze studies zien. Ja. En of je daar nou per se een half jaar, uh, een, een, ja, je, jezelf ja, moet trainen. Om... Hier komt jouw nuance. Ja. Dat je zegt, de essentie zit in het rustig en diep ademen. Ja. En ja. Dat gaat wellicht voor sommige mensen makkelijker door de neus. Alleen maar al omdat je dan bewust ademt. Ja. Uh, ga jij vanaf nu alleen maar door de neus? Let je erop? Alleen maar op de neus. Ik let er wel op. Ja. Ik vind het leuk om daar wel wat mee te spelen. En, uh, en dat is één. Moet ik toch ook nog even vermelden: van ja, wat, wat belangrijk is. Ga dan niet. Uh, ja, te fanatiek of zo. En denk vooral niet van, ah, de volgende wedstrijd ga ik alleen maar mijn neus ademen. Ja, want... want je weet dat ik zo'n type ben. Ja. Hè? Ik heb nog een week. Ja, ja. Uh, volgende week in de marathon. Je en ziet dan... me al staan langs ja. de kant van de weg, of niet? En dit is een studie, daar heeft Hutchinson wel eens over geschreven. Over die entrainment van de ademhaling aan bijvoorbeeld je stapfrequentie. Dat is okay. eigenlijk dat die in dezelfde pas gaan lopen, een soort ritme. Hè? Ja. Alleen dan is het vaak die ademhaling 1 op 2 ten opzichte van jouw pasfrequentie. Ja. En in die studie haalt hij een aantal, uh, of de artikel haalt hij een studies aan, uh, waarvan er eentje is, waarbij mensen echt werd gezegd: van oké, okay, in deze looptest op een, uh, op, een, op een loopband, ook weer gewoon naar uh, alle metingen doen die we net beschreven. Ga jij extra letten op je ademhaling? En nou, wat gebeurde er? Het goede nieuws leek te zijn, ja, iedereen ging wel wat dieper ademhaling. De ademfrequentie ging omlaag. Maar in dit geval ging het niet gepaard met uh, een afname in het energieverbruik en, en de zuurstofconsumptie, maar juist een verhoging. En zij weten dat dat als jij alleen maar ja, het automatisme ontbreekt op dat moment. Jij bent zo gefocust op die ademhaling dat je dat ja, omdat dat op jouw het ja, het hardlopen minder efficiënt maakt. Ja. En op die In feite manier is het afleiding. Ja. Terugdenken dan vorige maar week. Maar verkeerde afleiding Precies. eigenlijk. Dus, ja. en dat is denk ik wat Jens ook uh, zegt van ja, Jens van Lier, de wielerpsycholoog, ja, die was vorige week in de auto niet op aflevering één ding focussen, maar je moet eigenlijk een heel rierteltje afwerken tijdens hardlopen. Dus even op die neus Prima. Nou, en dan ga je denken: oké, okay, uh, hoe zet ik mijn voeten neer? Uh, pasfrequentie. Nou ja, dan kun je je hele lichaam zo afspeuren op die manier. Net ook weer even op de omgeving, wat voor jou werkt natuurlijk. Maar ga vooral niet van start van ik ga nu uh, alleen maar op mijn neusademhaling letten en niks anders. Want ja, op dat moment uh, is jouw lichaam, zolang dat geen automatisme is, werkt dat af en kost energie. Dat eigenlijk, uh, meer energie. kost dat ja. uiteindelijk meer energie. Oké, okay, nou ik wilde net uh, voorstellen, zullen we Guido vroemen erbij ja. halen om te vragen of uh, uh, door de neus ademen een van mijn zelfspraakprincipes moet worden volgende ja. week. Voordat we dat doen, nog even één ding uh, uit onze show notes. Steve uh, Magnus is een van de auteurs van het prachtige boek Peak Performance. En die heeft zich ook wat uh, uh, staat op Twitter op de hals gehaald. Omdat ja. hij ze even vol gestrekt been. Het was een luister, ja. Het nasal breeding. Het was een luisteraar die. Uh, ik weet niet meer wie het was. Maar dank daarvoor. Die mij hier ook op wees. Ja, die is dus er echt nog eentje van. Ja, maar dat is denk ik het dogmatische wat mensen nu hebben. Nee, maar je moet alles door de neus en zus en zo. Ja, ja. Steve Magnus zegt letterlijk: There is zero performance advantage. Oftewel, ja. nul uh, prestatieverbetering door door de neus ademen. Um, je moet het niet zo ingewikkeld maken. Wees niet de coach die nu tegen zijn atleten ja. gaat roepen: je moet door je neus ademen. En dan schrijft hij wel iets over. Ja, kijk, het is een zelflimiter. Een Oftewel, het, het houdt je ergens met beven. Het houdt de, de exercise uh, onder controle. Uh, en het kan uh, ook uh, helpen als je te diep aan het gaan bent. Super. Ja. Maar uiteindelijk nee. op de prestatie. Nee, maar daar moeten we ook eerlijk in zijn. Dit is één studie van dit project nu. Ah, nou, nee. je weet met de wetenschap, met één studie kunnen we echt. Uh, Ik nog net nog niks. Niet, nee. En, goed punt. Ja, wat doet. Uiteindelijk gaat het om de prestatie. Ja. Dus ja, dan is het. Zeg toch. Steve Magnus ook. Hè? Kijk eens naar Kipchoge. Onder de twee ja. uur. Die liep gewoon met zijn mond ja. en zijn neus open. Ja. Al die marathonlopers, de, 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 je, komt bij, je komt niemand tegen die ook bij die wielrenners niet of zo. Nee. Die komen echt. Dus dat is het andere van, ja, je kan zeggen, ja, so what? Ja, in deze labzetting, met mensen die zes maanden getraind hadden op. Ja, nogal wie dus dat je daar verschillen meet. Uiteindelijk zul je, denk ik, je, ja, liefst dubbel blind, Dat wordt al heel lastig. Je zult een groep moeten hebben, die ga jij trainen voor neusademhaling. En je gaat voor en na die training, ga jij ze uh, liefst ook testen. nog de, pres ja, en ook de prestatie misschien testen. En, en pas dan kun je op de lange termijn echt iets zeggen van uh, ja, wat, wat er, uh, ja, of het echt een prestatiebevorderend effect heeft. ja. Mooi. En of het al die, die moeite, et cetera. Want in hoeverre kun jij, gaat dit ten koste van je normale training? Als jij nu bijvoorbeeld jouw intervaltrainingen die je Guido ja. moet doen, ja. als daarbij uh, je, je je mondademhaling niet mag gaan gebruiken. Ja. Dan ga ik minder diep, minder ja, hard, minder lang. Dus je kan. Er zijn weer andere negatieve ja. effecten. Ja? Nou ja, ja, ja. ja. Dan moet je ook allemaal meenemen. Ja, en ondertussen begin ik ook met al die tips in de Slimmer presteren podcast. Uh, ik moet uh, vijf minuten springen per dag. Ja. Ik moet aan de ademhaling. Uh, ja. ja, zonder touwtje. Ja. Ik moet werken aan mijn doelenpiramide. Ik, ja. uh, ik moet wel veel tegenwoordig. Hè? Ja. De vraag is even: daar heb je niet allemaal tijd voor. Dus hoe gaan we prioriteiten stellen? Laten we maar eens even gaan uh, zoomen met Guido Vroemen. Om te kijken hoe hij daar tegenaan kijkt. Je hebt hem van de week al uh, wat studies toegespitst. Uh, zodat hij niet helemaal onbeslagen ten ijs komt. En ja, die hoofdvraag ga ik nou volgende week in Amsterdam. <laughs> Uh, met uh, een pleister op mijn mond lopen? Nee, dat natuurlijk niet. Maar uh, ik ben wel benieuwd hoe hij uh, daar tegenaan kijkt. Ja. We gaan zoomen met zoomen. Zoom, zoom, zoom! Vroom, vroom! Guido, goedemorgen! Goedemorgen, Guido. Hey, goedemorgen! Uh, welkom. Uh, uh, haal even diep adem. Door de neus of door de mond. Ik zie uh, de lippen op elkaar. Hé, hey, uh, we zitten dat al een tijd met elkaar hard. door te praten over uh, of je nou wel of niet tijdens het sporten door je neus moet ademen. Er zijn een aantal voordelen van de neusademhalingen. Er is wat onderzoek. Maar ja, het viel mij op dat uh, ik heb de instructie nog niet van je gekregen. Doe eens even twee uur uh, rennen met alleen maar neusademhaling. Nee, dat klopt. Waar, <laughs> uh, waar sta jij in dit hele dilemma? Uh, ik ben nog niet echt um, heel erg van overtuigd dat je dat... Uh, dat... Dat, dat je heel veel extra gaat brengen. Ik weet wel, als je het heel simpel benadert, um, in de winter koude lucht, um, dan is het wel slimmer om meer door je neus in te ademen dan door je mond, want dan wordt er al een meer van de lucht, of een groter deel krijg je verwarmd, dus dan krijg je minder koude lucht in je, uh, in je longen terecht. Dus dat, dat helpt in ieder geval om wat provocatie van die luchtwegen tegen te gaan. Um, je hebt wat filter, met wat meer filtratie door je neus, de luchtwegen door je neus met trilhaartjes, epiteel, alle dat soort zaken. Dus dat helpt wel, um, maar dat je er door neusademhaling toe te passen beter gaat presteren. Hmm. Ik... Wat, wat, zou, wat zou de tegenargument zijn? Waarom, waarom zou je niet nu met z'n allen... ...naar aanleiding ja. van deze podcast zeggen... ...weet je wat, we gaan gewoon proberen... ...zoveel mogelijk door de neus nou, te halen. Nou, en dan in, in, in het kader van efficiënter ademhalen... Ja, ...wat dat lijkt studie, laat die zien. die ene studie suggereert... Met, uh, die, uh, die, uh, ...die jij ook kent. Oké, okay, ja, het is een nx hè? hè? Ja, maar het waren tien deelnemers. Ja, die bekend waren en... met uh, de neusademhaling, et cetera. Dus dat... En het waren... Gemiddelde sporters. Ja. ja. <laughs> zie jij, maar dus laten we de medaille maar omdraaien. Zie, zie je nadelen? Anders dan een beetje ja, ...discomfort? Ja, ik denk namelijk, weet je, als je neusademhaling aan iedereen gaat vragen om dat te doen, dan kunnen mensen dat prima vaak, maar er zijn er ook die kunnen dat niet en die hebben een verminderde neusdoorgankelijkheid. Mm -hmm. um, dus dat is wat lastiger als je een keer een klap op je neus hebt gehad. Die staat neus tussen schot uh, staat scheef. Mm -hmm. Ja, dan heb je daar een probleem. He? Heb je een snotneus en zit het helemaal helemaal dicht, ja. <laughs> dan wordt het ook lastig natuurlijk. Maar um, ja, weet je, als je moet kiezen tussen de neus en mondademhaling, als je echt heel veel moet ventileren, de, het grootste gat is nog toch die mond. Ja. ja. Dat klopt, maar ik vraag me toch af: heb jij atleten die ook een beetje de hypes volgen en die dan bij jou komen? hey uh, Guido, ik, uh, ik hoor dat dit allemaal zo goed is. Dus uh, ja, Guido, stuur me uh, daarin. Volgende week Amsterdam Marathon. Uh, zal ik eens even uh, vooral door de neus gaan ademen? Ja, ik heb gezien hoe ze dat in het onderzoek deden. Dus je moet, eigenlijk, je, moet je mond dus dicht plakken met uh, ja. uh, duct tape of zo. <laughs> Weet je, dat, uh, dat helpt al goed. En dat doe je wel eens ook. En wat ze ook deden, ze hadden wel die neuspleister. Ja. ja, dat ja. zei uh, Jurgen net ook. Ja. Ja, ja, die gebruikten ze ook. Dus wel, dat het wel open staat. Ja, ja. Als het niet, dus daar dat moet je dan wel weer voor ja. zorgen. Dat alles gewoon de boel open staat. En ik denk, ja weet je, dat valt wel op als je dat zo gaat doen. En je gaat zo rennen. Ja, slimme <laughs> ja, 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 presteren, ja. podcast shirt aan. Ja. Goeie reclame. De mond ja. dicht plakken. Het is wel een probleem met goede... voeding. Tape over de mond. Maar ja. puur het idee wat zij in hun discussie uh, hebben zet er ook over van ja, waarschijnlijk de meest voor de hand liggende verklaring is dat het gewoon als jij door je neus geforceerd eigenlijk wordt, of getraind wordt om door je neus adem te halen, gaat gewoon jouw ademhalingsfrequentie omlaag. Waardoor je zelf ook wat diepere teugen neemt. En dat op zichzelf is toch ja, dan daarmee kun je efficiënter ademhalen. En dat, dat is hun meest, meest logische verklaring eigenlijk. Dat toch mensen de neiging hebben tijdens het sporten... om een beetje oppervlakkig te gaan uh, ja. ademhalen. Die, die, die ademfrequentie te hoog te gaan leggen... waardoor ze eigenlijk inefficiënt worden. Ja. Als je het op die manier dus mensen toch kan aanleren van... nou, blijf diep ademhalen. Ja, dan, dan is dat toch ook een manier? Ja. Ik denk dat je dat zeker uh, uh, zelf, als je, als je gaat uh, hardlopen of uh, fietsen, dan kun je alles gewoon een paar minuten achter elkaar gewoon proberen. Gewoon de ademhaling puur op je, door je neus. En dan denk ik nog dat het uh, zelfs alleen door de neus in, en dan mag je rustig door de mond weer uit. Mm -hmm. ja, dat dat maakt mijn denk dingetje. ik Ja, Dus dat, dat, dat merk je van, nou ja, als je dat gewoon gecontroleerd kunt doen. Dan ga je ook vaak wat meer vanuit je buik, middenrif, ademhaling, doen. En dat is wel efficiënter, want dan maak je gewoon diepe teugen. Ja. Dus gewoon diep door je die neus in, en weer langzaam uit laten gaan. Als je dat dan met een rustige duurtraining, kun je dat prima oefenen. Hè? Ja, hm. maar het wordt lastig gewoon bij intensieve training. Als je dat dat in kan het moment. ook. Ja. Ja. Maar dan is het lastiger. Ja, ja, ja. ja, ja. Want je weet, de, de ventilatiesnelheid wordt ja Gaat omhoog. Ja. En ik, ik vroeg me nog wel af bij dat onderzoek, toen denk ik, nou, als je richting maximale inspanning gaat, dan moet er dus heel snel de lucht in en uit, mm -hmm. door die smalle lucht, weg. Ja. De neus. He, dat, dat is denk ik best lastig. De, de waarden die ze meten kwamen toch op hetzelfde neer. Um, qua, qua ventilatiesnelheden, he, die zaten, ja, door de neus was wel wat lager dan door de mond. Ja. Dus daar zie je eigenlijk al wel. Uh, dat je dat niet haalt. Wat opviel, vond ik wel. He, ze, ze meten al die uh, ventilatiewaardes met die, uh, uh, die C-pad, he, dus ja. het masker. Maar ze meten ook piek lactaat na de inspanning. En het was maximale inspanning direct meten lactaat. En de andere was 10 minuten op 25% van die gemeten max. En dan ook lactaat. Erna. Ja. Dan was het bij die laatste. Was een hoger lactaat gemeten dan oh. bij die piek inspanning. Ja, ik dacht 6 nee, minuten op 85% of zo van hun uh, VO2-maximaal. Ja, maar 22, als, je ja. De, als je de lactaatwaarde ja. uh, bekijkt in die tabel, ja. dan zijn die hoger ah, ja. dan na die maximale inspanning. Gek, dus ik ja. denk, ja. ja, dat heeft ook te maken met timing. Ja. Hè? Dus als jij je lactaat direct prikt of een minuut later, ik denk dat het een minuut later was het hoogst. is. Ja. Detail. Detail, nee, ja, en maar... het andere waar we natuurlijk, waar zij, uh, wat zij laten zien, is in de uitgeademde lucht dat de zuurstoffractie uh, is lager en de CO2-fractie is hoger. Hè? En dat suggereert volgens hun dat er, de, ja, de zuurstofdiffusie, of eigenlijk de opname van zuurstof, beter is, meer zuurstof wordt opgenomen en de CO2 minder hard wordt afgeblazen. Nou, daar hebben ze ook een discussie over. Want normaal gaat het systeem zeggen dan: ja, ik moet ademhalen, maar dat, dat moet je dus trainen omgaan met. Maar juist dat eerste aspect van dat je toch nou, een efficiëntere opname van zuurstof lijkt te hebben per adem is dat. Uh, hoe kijk jij daarnaar? Ja, dan kijk je hè, de equivalenten en het was ook de eind uh, de druk van de CO2 aan het eind van de uitademing. Ja. Um, nou, die waarden ken ik ondertussen wel, wel dromen, natuurlijk. Um, en die zijn, als ik ze nu bekijk, als ik ze in de tabellen bekijk, zijn die, wat dat betreft, toch niet zo heel spectaculair? Ik denk, ja, weet je, als je maximaal inspant. Nu hadden zij 44 en 40, maar als je echt, ik weet het, dan zit je echt dik onder de 40, ja, ja. die waarden. Als mensen echt heel diep gaan. Hm. En dat, dat is dus hier eigenlijk niet zo. Dus ja. Ik, ik kan er nog niet meteen van zeggen of ik daar nou van kan zeggen dat het efficiënter wordt. Nee. Oké, okay. okay. maar dan gaan we nu naar de hoofdvraag van de aflevering: ja. Sporten ja. met neusademhaling. Nou, laten we het specifiek tijd en aandacht, zoals Tom dat zei, jezelf opleggen. Dat je tijdens het hardlopen vooral door je neus gaat ademen. Zinvol of onzin? Dat is een grote vraag, dat realiseer ik me. Guido, wat zou jij antwoorden? Ja, zinvol als je gewoon puur. Bewust wil zijn van een betere ademhaling. Ja. En dan, is het, dan is het absoluut zinvol. Als je dan denkt: van ja, weet je, ik heb, dat, ik heb één onderzoek gelezen en zij zeggen dat mijn efficiëntie van uh, zuurstofopname beter 4 wordt. 4% is in net gevallen. Ja. Ja. Ja, ja, maar dan vind ik het niet zinvol. Nee. Daar zou ik het niet voor dus gaan. Uh, zinvol om te doen, maar laten we zeggen niet omdraaien, dat opeens mondademhaling slecht is, of verboden of uh, nee. vermeden moet worden. Nee, die mondademhaling, dat was wel een punt hierbij. Dat die mondademhaling mogelijk ook um, exercise-induced bronchoconstriction constriction klachten ja. Ja. geeft. En dat is niet astma, maar dat is eigenlijk een, een vernauwing van de bovenste luchtwegen, die uh, uh, veroorzaakt wordt door hoge inspanning. Ja. Als je dat dus door je, als je, dat door je mond gewoon in- en uitademt, wat ik al zei met die koude lucht, geef je luchtwegen altijd een bepaalde... Ja. ja, dat ze hun slijmvlies gaan verdikken, dus wordt de diameter wordt steeds kleiner, kleiner, kleiner. Dus dan krijg je een vernauwing van je bovenste luchtwegen. Als je dat, die, die, als je dat via je, de neushanemaling dus doet, ja, dan heb je dus een betere voorbehandeling van die lucht, waardoor dus eigenlijk die prikkeling van die bovenste luchtwegen... Minder wordt. Ja. Goed idee dus. Maar Alleen, niet ko ja, maar ten dat, koste van alles. Maar dan zijn volgens mij, ze uh, suggestie nog geen data voor. Ze hebben nooit studies vergeleken, heb je inderdaad meer of minder last van nee. die, uh, die bronchoconstrictie. Maar het, dat lijkt redelijk logisch. En het andere is natuurlijk, ja. waar nog helemaal geen onderzoek naar is. Zullen neusademhalers op de lange termijn, korte termijn, maar maakt me niet uit. Meer, de, minder risico hebben op bijvoorbeeld. Uh, inspanning gerelateerde astma... ...of hooikoorts... ...of nou ja, met het idee dat door de neus... Meer, ...meer filtert. Ja. Ben, ja, ben weet je, jij je op hebt... de hoogte daarvan? Of van studies? Nee. Kijk, als je astma hebt, dan komt dat niet omdat je... ...de hele tijd door in, je jeugd, in je jeugd... ...door je mond hebt geafd. Nee. 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 Ja, dat heb je, dat is je... Uh, ...je aanleg daarbij. Ja. Het zal wel uitmaken... ...dus hoe die lucht... Um, ...nou ja, wordt voorbehandeld... Zeg maar. Als het in die bo met de bovenste luchtwegen in contact komt. Hè? Als jij weer kunt filteren van allergenen die in de lucht zitten. Um, voordat ze in de bovenste luchtwegen terechtkomen. Ja, dan zul je er minder last van hebben. Hè? Als je met pollen. als je die inademt. Um, en je zou dat alleen met neusademhaling doen. en je zou je neusgaten ook nog eens even flink. Um, insmeren met vaseline. waardoor al die pollen ook nog veel blijven plakken. Ja. <laughs> Waarschijnlijk heb je dan minder last. Ja. Mooie praktische tips. Ja. Vaseline in de neusgaten. Hé, hey, uh, niet Maar niet dichtsmeren. Alleen op de randen. Dus ja. Jurgen, zinvol of onzin? Ga jij het doen vanaf nu? Zelf? Ik ga. Af... Ja, doe, ja, maar niet. Ja, eat niet, your uh, own dog food. All the way uh, out. Nee, dit, dit. ik ga dit. Wat ik al zei, bij het fietsen af en toe. Ik ben er laatst mee begonnen. Een beetje bewustzijn en. Uh, ja, dat ga Mooi. ik zeker doen, maar niet dogmatisch dat ik over zes maanden alleen maar die neusademhaling doe. Daar hou ik, ik ook niet van. Ik zeg uh, ja. hem. We kunnen weer een nieuwe gadget reintroduceren. Ik zeg laat even slimmer presteren neuspleisters maken. Ja. ja, want ik moet zeggen, ik heb een paar gedachten tijdens deze aflevering. Eén, ik hoor opeens die neuspleisters ja. weer terugkomen. Ja. Die zijn hier ooit afgeschoten als ja. onzin, maar ja. opeens denk ik, ik ga dat gewoon toch even in Amsterdam op mijn neus plakken. Toch? Ja. Of niet? Ja, ja. maar ik denk, ik denk wel dat als je echt um, een beetje een, een, een neusvleugel hebt... Die wat nou, minder... ik heb genoeg neus voor de kijkers ja, op YouTube. Ja, ja. Maar <laughs> zo, als ze helemaal ja. open staan, ja. <laughs> heb je er geen last van. Hè? Dat, dan staat het gewoon helemaal... Maar als ze niet helemaal open staan en je... Ja, kunt ze een je beetje dichtzuigen. Je zo dicht. Ja. 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 Dan heb je, dat, dat dan is heb je wel voordeel. Twee, ik zit al een jaar, anderhalf jaar, sinds die aflevering over die ademhalingstrainer te twijfelen... Of ik dat toch niet moet doen. Want hm. wij zeggen daar: dat is best wel zinvol. Ik heb het niet gedaan. Ik hoor jou nu in deze aflevering weer allemaal dingen zeggen. Ja, maar als die spieren efficiënter getraind zijn. Levert ja, dat ja, wat op? Ik ja. ben erg geneigd om dan nu toch maar ik uh, trek het wel af op de kosten van de podcast... desnoods, uh, zo'n dingetje aan te schaffen... en toch nog maar eens uh, vijf minuten per dag... Ja, maar de naast van, het ja, touwtje springen zonder touw. Of, of jij een beperking daar hebt... en jij hebt... In nee, alles. want ik hoor de hele tijd... als je die spieren efficiënter getraind... ik heb natuurlijk een verleden met kramp in dat diafragma... Ja. dus ja. ik denk, nou, laat ik dat maar eens een keer... Uh, dan toch gaan trainen. En ja. ik moet nog aan een praktische tip denken... Uh, dat is alweer een paar jaar terug dat ik het boek Kopwerklas van Aart Vierhouten ja. en Koen de Jong, misschien ken je het. Ja. En die hebben het over het uh, effect van bij dat neus inademen mond uit, even trompetten met de mond, wat weerstand op die uitademing geven, dat ja, dan die dan longblaasjes is. nog wat open komen. Hè? Ja, dat is een heel ander onderwerp misschien. Ja. Maar als we toch bewust aan het ademen zijn, dan doe dat ja, ook maat per keer. Of niet? Daar dat snij ik nu iets aan. Wat nou, puur ben. vanuit de fysiologie, dat is op zich wel bekend. Dat je bij hoge intensiteit je ja. longen, die Pfft. worden gevuld omdat je eigenlijk te weinig tijd hebt om uit te blazen. Ja. Dus de, je longen gaan dan op eigenlijk bij een groter volume werken. Ja. Dat, is, dat is inderdaad bekend. Ja. Maar ja, de vraag is moet je... Hyperinflatie. Ja, hyperinflatie. Moet je daarvoor zelf actief gaan trompetteren? Nou, een paar keer, ja, om de boel even goed open te drukken. Om de boel op. Nou, als jij dat wil. Ik dan, vind het prettig. Ik dat... deed ja. het toch al, en ja. ik deel het nu Doe gewoon de met de luisteraars. Nee, maar ik denk, ik wil toch. Uh, je, je mag het voor mij allemaal doen. We Zijn het afronden. hè? Maar ik denk nog steeds. Guido heeft de test bij jou gedaan, ooit de inspelingstest. Die heeft goed gekeken naar. Uh, ja, dat is waar. De ventilatie. Misschien kunnen we nu een paar honderd uh, euro besparen. De, de ventilatiecapaciteit Guido. van. Uh, uh, Gerrit Heikoop. Uh, en ik. Ja, ik geloof niet. Maar dan moet ik eigenlijk. Uh, ja, dat weet Guido. Dat daar iets abnormaals uitkwam. Dat Gerrit een dysfunctionele. Uh, uh, ja. Ademhaler is. Nee, dat is hij niet. Maar. Um, daarom heb ik. Uh, heb ik daar ook niet direct. Uh, uh, het advies gegeven van. Oh, we moeten ook meteen aan de slag. met. Um, ademhalingstraining. Dus. Um, om dat meteen om dat te gaan doen. Het heeft nu geen directe noodzaak. Het is altijd leuk om bepaalde uh, nieuwe trainingsmethoden uit te proberen. Um, alleen ja, als je een effect wilt voorspellen, dan verwacht ik niet dat hier veel effect uitkomt. Want als je al goed ademhaalt, dan ga je daar, uh, als dat 100% is, dan wordt het niet 105%. Nee. Ja. Uh, maar ik zie wel mensen natuurlijk die dat wel, die neigen bij maximale inspanning, gewoon hun teugvolume te verkleinen... en ja. dan heel snel een frequentie gaan uh, ademhalen... Ja, die kunnen gewoon veel meer focus krijgen op het middenrifademhaling. ademhaling. En dat is ook wel een, een voordeel van als je met zo'n ademhalingstrainingsapparaat gaat werken. Je wordt heel bewust van je ademhaling en daar kun je dus ook gewoon dieper uh, ademhalen. En ja, dat, dat wordt ook efficiënter. Ja. Dus van mij mag je, Gerrit. Ja, nou hopelijk uh, willen nog wat luisteraars uh, ons uh, daar een beetje bij sponsoren. Als jij uh, zit te luisteren en je denkt: ja, ik luister al een hele poos uh, naar die Slimmer Presteren podcast Het is tenslotte al aflevering 114 vandaag. Uh, en ik heb al een paar keer op punt gestaan om: zal ik ze sporten of niet? Misschien is dit een goed moment. Ga naar vriendvandeshow.nl/slash podcast En uh, doneer uh, voor de prijs van één kop koffie. Nou, ik zei het vorige week al met uh, de huidige inflatie, één espressootje per maand. En als je in één keer voor het hele jaar betaalt, krijg je ook nog een maand gratis. 25% korting in de webshop op alle items. En toegang tot de exclusieve Slimmer presteren Strava Club. Met andere vrienden van de show en alle gasten die je daar uh, kan begluren over wat zij allemaal doen en hoe ze trainen. En uh, als je andere tips en tricks en ideeën over neusademaling hebt, dan horen wij die graag. Bijvoorbeeld via social media zijn dus we de Ad Slimmer Podcast op Twitter en Instagram. Maken we van iedere aflevering een post. Kun je retweeten, kun je een hartje geven, kan je een reactie achterlaten. En als je het nog niet doet, ga ons vooral even volgen op die kanalen. Of je kan naar onze website www.slimmerpodcast.nl hebben we van iedere aflevering een eigen pagina. Daar kun je reacties onder laten. En die link die kan je dan weer pakken en door Whatsappen doordelen... op jouw eigen kanalen, zodat meer mensen weten... hoe handig het kan zijn om via de neus adem te halen. <laughs> uh, of je mag ons mailen, net zoals Ton Gromme deed. Waarom deze Tom, hele... Tom, hoor ik Ton? Nee, je wordt... Tom Gromme, ah. Tom van het Tuinieren, die stelde ja. deze vraag. En uh, daardoor hadden we deze aflevering. Maar Tom Dubouin, ja. de Tom van de Molen, die uh, zoeken we ook nog steeds. Nog steeds niks van gehoord. En uh, ja, we zouden graag met hem uh, een wereldurecooppoging ja. gaan doen natuurlijk. Time Aresman heeft wel gaan reageren, maar die, die, wil nee, die willen we niet. Nee, Maar anders over het eerst een podcast erover praten. Ja, 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 dat kan hè, Tom. Als je nou denkt, oeh, ik krijg een beetje koud watervrees, dan moet ik meteen... Het mag ook in het Limburgs. Oh ja, dat kan. Dan kun jij een beetje als tolk optreden, Guido. Ja. Heel goed. Hé, hey, dankjewel. Wij hebben het volgende week over. Volgende week hebben we een speciale gast. We hebben Armand Betonville. Gaan we het hebben over innovatie in sportvoeding? Leuk. Like. En uh, dat betekent dat we jou over twee weken weer spreken, Guido? Jazeker. Tot dan. Tot dan. En uh, Jurgen, tot, tot volgende week. Tot volgende week. week. Hoi. Hoi. Doei. Doei.